Het ministerie van Volksgezondheid roept basisverpleegkundigen op om te kiezen voor opleidingen die de vaardigheden van klinische topzorg aanleren. Dit zei directeur van Volksgezondheid Rakesh Gayadharu Sukul afgelopen woensdagavond aan de pers tijdens de regeringsraadsvergadering. Hij meent dat meer mensen gestimuleerd moeten worden om te kiezen voor de gespecialiseerde opleidingen binnen de zorg. Zodat je ook de nodige zorg die de samenleving behoeft, dat je die kan verlenen in de samenleving. En ook een oproep aan alle anderen die naar werk zoeken om de opleiding in de zorg te doen. Er is werkgelegenheid daar. Werkgelegenheid niet alleen in Suriname, maar u ziet het in de hele wereld. Er is minimaal 15 jaar werk volgens de berekeningen van vele rijke landen. Kunnen zij voor 15 jaar lang extra verpleegkundigen absorberen. Hij benadrukte dat het een baanzekerheid is als mensen kiezen voor dergelijke opleidingen. Hij haalt verder aan dat sinds juni 2023 de kosten voor verklaringen om naar het buitenland te vertrekken voor zorgwerkers was verhoogd van 25 SRD naar 250 SRD. Echter heeft deze maatregel niet voor een belemmering gezorgd. Recent is deze drempel gebracht naar 1000 Amerikaanse dollar. Met de gelden die binnenkomen kunnen we ervoor zorgen dat er toch nog wat opvang kan zijn binnen de afdelingen waar wij de zorg het meest nodig hebben. De regering is bezig diverse maatregelen te treffen om ondersteuning te bieden aan de zorgwerkers en om de zorg te blijven garanderen voor de gemeenschap.